Het ministerie van Volksgezondheid volstaat nu met het geven van voorlichting over de extreme hitte via sociale media. Dit zei gezondheidsminister Amar Amadine gisteren voor de ministerraadsvergadering. De bemeesman stelt dat de komende tijd veel tips gegeven zullen worden aan de gemeenschap over hoe om te gaan met de heersende hittegolf. We maken vooral gebruik van social media als u het ministerie van Volksgezondheid volgt en BOG en de werkarm op social media. En dan hebben wij wel degelijk wat voorlichting gegeven wat betreft de hitte op dit moment. Iedereen weet dat en ervaart het, de extreme hitte, de toegenomen temperatuur. En we hebben een campagne ook, Beat the Heat, waarbij we aangegeven hebben hoe te dealen. Er zijn wat tips en adviezen gegeven aan personen hoe we moeten dealen met dit. Dus als je kijk, u weet, de moderne vorm van communiceren is social media. Haast iedereen is te vinden op social media. En we hebben dus ook getracht om op die manier wat adviezen te geven. Ramadine meent dat sociale media nu de meest effectieve manier is om met de gemeenschap te communiceren. Voor deze week heeft de meteorologische dienst gewaarschuwd voor temperaturen van boven de 42 graden Celsius. En is ook geadviseerd om veel water te drinken.